herdershondje dus is en wordt gebruikt voor de schapen en geiten. Voor deze raskennis en dieren kunnen deze honden zo bij elkaar te zien. Dan hebben wij de Per Merel ponyke. Vandaag hebben we er twee. Dat zijn jachthonden. We hadden misschien al kunnen raden. Beetje pointerachtige eigenschappen. En die worden gebruikt voor de jacht op vogels. Waaronder patrijzen. En mis ik nu de Kaldaken Portugais vandaag. Kaldaken Portugais is niet aanwezig. Willen de Portugees. Bij Stela is wel erkend. Zo ook de Pelmere Portugais. En zo ook de Caudacera. En Stela. Het aanwezig natuurlijk, ja. En hier komt hij dan aan. We hebben toch nog een Portugees hierbij. Want dit is de. Ik zeg de Portugese rassen. Dan hebben we nog meer bijzondere rassen. En dat zijn de Oud-Duitse herdershonden. Inmiddels zijn de honden met een zacht kaak. Kenteken 18, Victor, Nico, Simon, 5, waar achterin nog een hond zit. De temperatuur loopt op. Even naar de informatiebalie komen in hal A, als u zijn auto graag terugziet. We gaan over het karakter van de Oud-Duitse herdershond wat verder. Het is een opmerkzame hond, evenwichtig en zelfverzekerd. Hij moet moedig zijn om zijn werk als goede geleide. Van de jongste puppy even naar de verzameling komen. Please, owners of the minor puppies, report to collection ring 10. Thank you. Het is een geleide, waak- en een verdedigingshond. En het moet ook geschikt zijn bij de kudde. Gelukkig is het ook een hele goede familiehond, vriendelijk voor de kinderen. Hij heeft wel veel beweging nodig. Hij moet kunnen draven, wandelen, fietsen, enkele kilometers per dag om goed in conditie te zijn. En volgens mij zijn nagenoeg al deze honden dat prima. Er zijn wel verschillende types. Honden met een altijd lange vacht. De vacht moet wel zo nu en dan worden uitgekapt. Het beste met zo'n herdershaakje om de onderwol eruit te kunnen krijgen. De meest voorkomende kleuren zijn zwartbruin, geelbruin, zwart en wollenschaal. Geen wit en de neus moet altijd zwart zijn. De Oud-Duitse herdershond, misschien even een aparte ronde weer voor deze Oud-Duitse herdershonden. Nog niet herkend dus, maar. Het zal nog aanzitten te komen met alle eisen van het voldaan die er vrienden afstelt. De zon van het hele spul in Amerika van ontstaan en dan daarachter de Grodzki Pes uit Bohemen en de regio van Grodzka. Dan de bedenkingsgangen van alle vrouwen. Dan die Barbaro de Tessera. Daarachter de Kaldaken Portugais, daar is Sirene Estrela, Per Merel Portugais en de Caudacera Iris. En dan tot slot die Oud-Duitse herdershond. Ik had een aantal bijzondere rassen waar de merendeel nog niet erkend is. Alleen bij de Portugese rassen zijn de meeste wel erkend. En die willen we vandaag hier in de zone om hun kinderloze kennis nog een beetje te vergroten en de ontwikkeling van deze nieuwe rassen te kunnen volgen. Ik denk dat ze probleem aan de overkant de ring weer mogen verlaten. En dan danken wij u allemaal hartelijk voor het tonen van de honden met uw applaus voor al deze bijzondere rassen.
Bijna op het rondje. Ja, moet je gebruik van maken.